Oude Meerdijk, FC Emmen tegen Telstar. Beide ploegen redelijk in vorm. Emmen vooral 4 wedstrijden ongeslagen. De laatste 3 zelfs gewonnen. En zo opgeklommen naar plek 3 op de ranglijst. Vorige week wonnen ze nog met 1-0 bij Top Os. Maar Telstar, de laatste 2 wedstrijden ook niet verloren. Vorige week was daar de eerste broodnodige overwinning. In de laatste seconde tegen jonge Ajax. Maar Emmen uit, en dat is andere koek. En dat merkt Telstar gelijk. Lijkt wel 2 momentjes in de eerste 2 minuten. Emmen wat aanvallend begint. En ook gelijk de eerste kans krijgt. En ook gelijk de eerste goal maakt. Piotr Partizek. Als hij zo vrij staat, kan hij heerlijk binnenkoppen. Hele goede corner. En Ubbing. Partizek loopt zo uit de rug weg van Oude Kotten. Voor Partizek is het heerlijk om weer eens te scoren. Zijn 2e van het seizoen. Had de laatste 6 wedstrijden geen goal gemaakt. De Poolse Nederlandse spits. En Emmen, een droomscenario. Zo snel al op voorsprong. Telstar dan. Ook zijn eerste momentje. Redding is goed van Jan Hoekstra. Schot van El Aghouiri. Telstar, weer zo'n schot van afstand. Dit keer hoeft Hoekstra niet in actie te komen. Misschien was dit nog wel gevaarlijker. Tim van der Loo. Ubbink. De beste spelers bij Telstar de laatste weken. In de basis van deze aanval. Wat een goede bal. Oh, wat een heerlijke assist naar Ubbink. 2-0 Emmen. Ubbink maakt hem. Maar wat een assist van Ahmed El Messaoudi. Fenomenale bal. Diep ingestuurd. En dan kan hij schieten. En dan besluit hij om dit te doen. En dat is een veel beter idee. Wat een mooi moment van El Messaoudi. Vorige week tegen Os. Matchwinner als invaller. Na een paar minuten maakte hij toen al de goal. Basisplaats daar maar afgedwongen. En oh, wat is die belangrijk. En de Konings nog met een kans. Het gaat goed met de ploeg van Fred Grim. En hier zou het wel nog maar 3-0 kunnen worden. Maar Jari Vlak, aanvoerder. Misschien iets te moeilijk, iets te wild. Hij gaat in ieder geval over. Maar wat een kans voor Emmen zo. Nog altijd met 33 minuten gespeeld. Geweldige bal van Vlak. Maar Konings, Konings, Konings. Het is een schietend van Oudemeerdijk. Telstar komt er niet aan te pas. Emmen is echt een maatje te groot. Pauw terug naar Houweling. De bal komt niet zo ver. Harde veldcontrole is goed. El Messaoudi. En die komt er toch nog tussendoor. El Messaoudi 3-0. Nee, nog steeds niet of wel? Nee. De bal lijkt naast te gaan. Dan er opeens in te stuiteren. En hij komt tegen de paal. En zo nog altijd maar 2-0. Telstar dat zich zo makkelijk laat aftroeven. Iets te laconiek misschien afgerond door El Messaoudi. Aan de andere kant, je kan ook een keer pech hebben bij zo'n bal. Tweede helft dan. Eerste kwartier gebeurt er niet veel. En dan Denzel Gravenberg. Broertje scoorde gisteren nog bij Liverpool. En die bal blijft een beetje liggen. Emme krijgt hem maar niet weg. Gravenberg is goed geblokt. Zit in de voorselectie van het Surinaamse elftal. Denzel Gravenberg. En over hem. Vanavond staat hij nog droog. De tweede helft is het allemaal iets minder dan de eerste. Emmen dat het af en toe een beetje lijkt te geloven. De 4e overwinning op rij is dichtbij. Maar Telstar, gekke ploeg, onvoorspelbaar. Je moet ze ook weer niet te veel ruimte geven. Hier zitten ze er wel goed tussen. Mentaliteit in de persoonlijke duels die de eerste helft af en toe niet was. Nu ook gelijk balbezit oplevert. Overtoom, Gravenberg. Dan is hij op zijn best. Gravenberg draaien, schieten. Gravenberg. Goeie actie. Een doelpunt verdient, dit moment van Denzel Gravenberg. Hij blijft met de complimenten. Volgende aanval, weer naar Gravenberg. Nu wel.
Hij glijdt een beetje weg in de tweede instantie. En Aguirre ook niet. Maar Emmen laat het echt lopen in de laatste fase. En als Telstar hier een goal maakt, komen ze gewoon weer terug in de wedstrijd. En Aguirre is het net niet. Voorzet is een invaller Seedorf. Telstar, maar de held van vorige week, Quinten van der Herik. De bank was begonnen. Hij was het in de 95ste minuut die goal maakte. En Telstar, u ziet het in de tweede helft. Is het een richtingsverkeer richting het doel van Emmen. Ze maken de kansen niet af. Ze spelen zichzelf niet terug in de wedstrijd. Complimenten zijn er voor Telstar voor de tweede helft. Maar ze hebben er niks aan. De punten zijn voor Emmen. Het vierde overwinning op rij.